Mevrouw Hermans, hoe lang bent u nu in Almelo? In december wordt het 6 jaar. Ja. En u stopt ermee? Ja, ik stop ermee in zoverre. Ik heb zijn majesteit gevraagd om... Bij zijn majesteit aangegeven dat ik niet voor herbenoeming ga. Dus niet voor een tweede ambtstermijn in Almelo. En dat heeft hoop ik niks met politiek te maken? Nee, dat heeft helemaal niks met politiek te maken. Het heeft ook helemaal niets met Almelo te maken. Of met de mensen die er wonen. Of met de opgaven die er zijn. Het heeft wel alles met mij te maken. En de gebeurtenissen in mijn leven het afgelopen jaar. Waardoor ik heb besloten om op zoek te gaan naar een andere balans in mijn leven. Dus ik heb gewoon even wat extra tijd nodig. Ook om met wat afstand tot wat ik doe. Mijn leven opnieuw in te richten. En Almelo is voor mij heel erg verbonden aan mijn man Frits en mij samen. En nadat hij is overleden moet ik gewoon eventjes weer opnieuw een pad kiezen. Maar u blijft wel beschikbaar voor een eventuele bestuursfunctie? Ik blijf absoluut beschikbaar voor een bestuursfunctie. Ik heb ook vanavond in de raad gezegd dat mijn hart, mijn passie ligt in het openbaar bestuur. Dus dat ik daar ook in wil blijven werken. En voorlopig kan ik dat ook nog doen in Almelo, omdat de commissaris van de Koning heeft aangegeven dat ze mij wil benoemen tot waarnemer in de gemeente Almelo. Tot het moment dat er een nieuwe burgemeester is. Dan heeft de raad dus alle tijd om uit te kijken naar een nieuwe. Ja, daar gaat de raad ook zelf over samen met de commissaris van de Koning. Dus daar bemoei ik me ook helemaal niet mee. Ik ben blij dat ik Almelo met haar gemeenschap kan blijven dienen. Tot het moment dat er een nieuwe burgemeester is. En dan ga ik vervolgens mijn eigen pad.